Vandaag zijn we aangekomen in het zeer onstuimige, maar wel prachtige Bargerveen. Vorig jaar hebben we deze ook gelopen en we gaan nu een iets andere route lopen, want we mochten niet meer door de natuur van Bargerveen heen. Dus we gaan over de fietspaden. Wel even lekker voor het knietje natuurlijk. Wij gaan op zoek naar de start en ons startnummer. Ik zie jullie zo weer. Nou, we kunnen ons startnummer ophalen in de schaapskooi. We gaan eens even kijken of die van ons erbij zit. Rossing. Het is nummertje 313 geworden. Wij gaan hem even bevestigen. Tot bij de start. Mooi. Mooi. Nou, de presentator van vandaag is er ook weer bij. Die was vorig jaar ook bij de Bargerveen run. En zelfs ook in Klasineveen. Klopt, helemaal. Ja. Nou, hoe vaak doe je dit wel niet in het jaar? Nou, dit doe ik ongeveer zo'n 40 keer. En dat betekent gewoon dat ik behoorlijk wat minder heb dan andere jaren. Normaal dan zit ik op zo'n 50, 60 keer. Maar mijn gezondheid is niet helemaal zoals het moet. En alles wat overver is, dat heb ik allemaal geschrapt. Dat doe ik niet meer. Maar je gaat wel weer in Klasineveen ook weer presenteren? Ja, zeer zeker, want dat is veel te mooi. Dat is een heel mooi evenement. En die mooie evenementen die hou ik erin. En ja, daar ga ik me ook helemaal voor inzetten. Vind ik gewoon leuk. En dit hier is helemaal schitterend. Ik heb zelf een zoon gehad die is overleden. Die was 3 jaar en 2 dagen oud. Oh jee. En niemand wist wat hij had. En later, toen ik zelf een keer naar het ziekenhuis moest, toen kwam ik daar in gesprek met een chirurg en die vertelde ik dat. En het eerste wat hij zei, hersentumor. En toen werd ik daar wel zo boos over, dat ik dacht nou zijn we zo vaak bij artsen geweest en iedere keer komt u met een paar weken maar weer terug. Komt u met een paar weken maar weer terug. En je doet het dan ook nog, in plaats van dat je een keer met je vuist op tafel slaat. Ja, en dan kom je een keer boven, bij ons thuis. En dan ligt hij niet in zijn bed. En dan denk je van, nou zal het bij mijn dochter zijn? Ook niet. Zal wel boven in de donkere kamer zijn, want ik vroeger nog haar foto's afdrukken. En dat vond hij altijd leuk en daar zat hij ook heel vaak. En dat was hij ook niet. Dus ik loop terug naar zijn kamer. Toen lag hij onder zijn bed. Was hij dood. Okay. En dan sta je daar met een hele grote bek en grote handen. Ja. Maar je doet er echt niks aan. Helemaal niks. Nee. En ik zou je vertellen, dan gaat je hele wereld kapot. Ja, dat klopt. En toen dit hier van de grond kwam, 5 jaar geleden, toen heb ik tegen Lisanne gezegd, ik ga hier aan meedoen. Ja. En dat doe ik gewoon, want dat vind ik gewoon leuk. Kan ik tenminste ook eens een keer iets terug doen. Ja. Punt. Ja. Ja. Wat jullie nog niet wisten, de Bargerveen run, dat gaat in samenwerking met Kika. Dus tegen kinderkanker. En precies. Dat is hartstikke belangrijk, jongens. Ja, en die opbrengst is misschien niet zo groot zoals je daar zou verwachten. Niet elke een paar cent. Miljoen, maar elke cent is er gewoon, eentje. Ja. En dat draagt gewoon bij tot het grote geheel. Ja. Dus voor een, lijkt me een hele, hele goede zaak. Voor een heel goed doel is dit. We zullen Lisanne ook nog wel even spreken. En wij zien elkaar bij de start, jongens. Okay. Heel veel plezier met het presenteren. Dankjewel, Kiel. En jij ook heel veel plezier onderweg. Dankjewel. Okido. Nou jongens, we staan aan de start. Het gaat nu beginnen. 7 kilometer Bargerveen run 2023. Geniet maar lekker mee.
Saturday night at the arcade. Silver coins in my hand, ready to make some damage. Saturday night at the arcade. Silver coins in his hand, ready to make some damage. He wakes up, he gets drunk, and he hides at this day.
the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. Nou jongens, we zitten precies op de helft nu. 3,5 kilometer. En ja, wat een woei hier. Het waait hier aardig. En ik heb ook behoorlijk dorst. Maar ik zie dat er over 100 meter al een lekker drinkpasje is. Vergeet ook eventjes niet jongens, even abonneren, subscriben. Ik heb er nog maar 8 nodig. En we zitten op de 3000 abonnees. Dat is wel een feestje waard. Nou, like de video ook even. Druk ook even op het belletje. En wij gaan even richting het drankpasje. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting there. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning. There's this side away. Nou, daar is hij dan jongens. Mijn favoriete onderdeel. Het drinkpasje. Heerlijk. Zou ik een bekertje water mogen? Ja, natuurlijk mag je dat. Hartstikke bedankt. Nou, we nemen even een slokje. Ik ga er 7 doen. Ik ben nu al kapot. Dus nog de helft te gaan. Vooral doorgaan. En jongens, vergeet niet abonneren. Heel belangrijk. Nog 8 abonnees. En ik heb 3000 abonnees. Ik kan me nog herinneren dat ik 4 jaar geleden feest zat te vieren. Dat ik 100 subscribers had. We hadden een feestmuts op. Een toeter ging af. Ik laat hem hierboven wel even zien hoe dat eraan toe ging toen. Het was gewoon net of de verjaardag was. En nou al 3000. Wie had dat ooit kunnen denken? Nou, wij slokken deze even op. En dan gaan we door. Ik geloof dat we nu weer op de terugroute gaan. Maar goed ook, we snap verkouden nog steeds. De knie hangt er half aan. Dus blij dat we nu die halve niet doen. Even netjes ons bekertje weggooien. Want wij zijn zeer goed voor het milieu. En wij spreken elkaar zo wel weer. Jodel!
You say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you. Getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. I'll go through fire, I'll climb the mountains for you. Tell me, 'cause I'm looking out for you. This can't keep going on, no, 'cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions. Running with the lions, lions. Nou jongens, dit is wat minder lekker. Ik denk dat jullie het wel horen. Maar volgens mij is dit windkrachtje 6 hier op het open veld. En ja, ik liep er lekker net vanaf. Net lekker vanaf. En nou loop ik er heerlijk tegenin. Niet te doen. Maar gelukkig zie ik in de verte de schaapskooi alweer. Dus zover zal het niet meer zijn. Maar ja, dit wordt wel even een pittig einde. Dus heel eventjes 200 meter wandelen. En dan knallen we hem door naar het eind. Tot bij de finish. Jodel!
for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should. Nog maar zo'n klein stukje, jongens. Maar zo, oh zo kapot. Hartslagje 180 weer aangeraakt. Lekker. Ja. Nou, ik geef een heel klein verhaaltje dan. De knie. Ik ben bij de sportarts geweest. Eerst bij FC Groningen. Toen doorgestuurd naar FC Emmen. Verstandig besluit. En vanaf dinsdag gaan wij de fysio in. En mijn bovenbenen moeten eerst even een krachttraining doorstaan. Want hoogstwaarschijnlijk dat het daar aan lag. Er zijn foto's gemaakt van mijn knie. Er zijn echo's gemaakt van al mijn pezen. Niks aan het handje. Dus ja, we moeten waarschijnlijk wat meer kracht in de bovenbenen krijgen.
willen wij dit soort blessures voorkomen. Nou, ja, ik zit weer onder de 170. Lekker. En ja, het is ook nog maar een piepklein eindje, zo lijkt het. Maar ja, het zal nog wel even doordouwen zijn. Jongens, tot bij de finish, waar het weer windkracht 0 in plaats van windkracht 8 is. Yo, doel en tot zo. Nou jongens, we zijn er bijna. De 7 kilometer al gered. Laatste stukje tot
over de finishbalk komt eraan. Daar gaat hij dan. Bijna. En yes! Gehaald! De 7 kilometer. Het is weer gelukt. Medaille op. Dankjewel. En tot volgend jaar. Heerlijk. En nu door naar de afsluiting. Dat was hem dan. De Barger Veen Run 2023. En dan maar liefst de 7 kilometer. Ja, ik zit hier gezellig naast de schaapjes in de schaapskooi. Heerlijke afsluiting zo met mijn vrienden erbij. Ja, het was een hele pittige run. Het waaide behoorlijk, vooral net na de 3,5 kilometer. Ja, toen kregen we een padje tegenwind en daar word je nou niet echt vrolijk van. Dus ja, hartslagje ging omhoog, hartslagje ging richting de 180. Het was niet echt fijn. Maar ja, hè, het mogen de pret niet drukken. Wij hebben hem weer gehaald, 45 minuutjes. En wij hebben een prachtig, maar dan ook prachtig mooie medaille erbij. Moeten we eens kijken. Ziet dat er niet mooi uit? Een heerlijk mooie medaille erbij. Die kan weer aan de muur. Ja, nou, wat ik al zei met de knie. Ik ben dus bij de sportarts van FC Groningen geweest. Die heeft mij weer doorverwezen naar de sportarts van FC Emmen. Altijd beter natuurlijk. En vanaf dinsdag gaan wij een behoorlijke fysio doen. Krachttraining voor de bovenbenen, zodat wij de knieën wat minder gaan belasten. Jongens, vergeet ook eventjes niet. Eventjes abonneren, liken en druk op het belletje. En jullie gaan nog heel wat mooie video's zien. Nog 8 abonnees erbij en we zitten dus op de 3000. Wat ik bij het drinkpasje ook al zei. Ik ben echt benieuwd of we dat met deze video gaan halen. Volgende week zitten wij in Borculo. Wij gaan daar meedoen met de Deo-loop. Dit wordt wel een pittigere loop, want het is 13,5 kilometer. Maar dat is nog niks vergeleken bij die week daarop. Want dan gaan we meedoen met de Wintermarathon Leeuwarden. De 21 kilometer. Dus het was zwaarder en zwaarder. Maar we doen het gewoon lekker rustig aan. En dan zullen we het ook wel halen. Nou, jongens, waar ik ook heel veel zin in heb. We gaan nu even kijken wat voor lekker 0,0 biertje wij hebben. En wij hebben meegekregen de Corona Zero 0,0. Nou, wat zal dat wel niet mogen zijn? Een 0,0 Corona biertje. Nou, wij ploppen hem eens even open en gaan we eens even kijken of die ook naar een echte corona smaakt. Proost jongens. Ah, dit is wel een alleraardigst biertje. Hij smaakt wel lekker. Corona Zero. Staat niet veel achterop, maar er zal wel geen alcohol in zitten. Jongens, ik kan nog maar één ding zeggen, of eigenlijk 3 dingen. Geniet van het weekend, geniet van de week, geniet van het leven en tot volgende week. Proost!